In Limburg en het oosten van Brabant daalde de temperatuur de afgelopen dagen al af en toe tot onder het vriespunt. En s morgens vroeg was er zelfs wat rijp te zien. Onder de vleugels van een hoogdrukgebied kon het in dit deel van Nederland zo koud worden. En ook de komende tijd bepalen hoge drukgebieden het weerbeeld in onze omgeving. Onder de vleugels van hoge druk is het over het algemeen in deze fase van het jaar heel rustig. Met weinig wind. Maar de lucht is ook vochtig. En dat vertaalt zich dan ook vaak in grijs weer. Laag hangende bewolking, nevel en hardnekkige mist. Ik denk dat dit het weerbeeld is wat we de komende weken veelvuldig zullen zien in Nederland. Maar gelukkig zullen ook momenten zijn dat het opklaart. Op de weerkaart. Op dit moment hoge drukgebieden in de buurt van Nederland die eventjes wat wijken. En zo zien we dit weekend waar even een klein lage drukgebiedje op de Noordzee. Hoge druk boven de Golf van Biscayen. Hoge druk ook nog boven het oosten van Europa aanwezig. En de blikvanger is toch wel deze flinke depressie op de Atlantische Oceaan. Maar die komt voorlopig niet onze kant op. Want boven Scandinavië begint de luchtdruk te stijgen. Verbinding wordt er gezocht met hoge druk ten zuidwesten van ons. En dus moeten gebieden met bewolking en regen. met een wijde boog richting het uiterste noorden van Europa trekken. En die hoge drukgebieden zorgen er voorlopig voor dat het bij ons ja, zo goed als droog blijft. Later in de week dan zien we dat het zwaartepunt van het hoge drukgebied wat meer naar het westen schuift. Ja, om dat hoge drukgebied heen kan dan eens een keer een zwakke regenstoring tot ons land doordringen. Maar echt onstuimig weer, dat zit er aankomende week in ieder geval niet in. En dat heeft dus alles te maken met diverse hoge drukgebieden zo rond de 50 graden noordenbreedte. Net een tandje ten zuiden van ons. En onder invloed van die hoge drukgebieden moeten de lage drukgebieden, die we vooral terugzien tussen IJsland en Noorwegen, een vrij noordelijke koers volgen... Daar is het wisselvallig, maar bij ons is het dus meestal droog, maar ook relatief rustig weer. Wat temperatuur betreft, ten noorden van die hoge drukgordel, daar waait de wind uit het westen. Vanaf de Atlantische Oceaan en zo wordt warme lucht aangevoerd tot richting Scandinavië, brongebied van winterkou. Daar is voorlopig van winter weer niet echt sprake. Temperaturen liggen ruim boven normaal en echt wat kouder. Dat is het ver in het oosten. Ja, deze winterse kou komt voorlopig niet richting West-Europa. Kijken we dan wat verder vooruit. De laatste dagen van november, 22 tot 29 november, dan schuift het zwaartepunt van het hoge drukgebied rond de 50 graden noordenbreedte naar het westen. Ten westen van Ierland, normaal liggen daar vooral de lage drukgebieden. Ja, als ze er al actief zijn, dan gaan ze met een wijde boog ten noorden richting het uiterste noorden van Europa al lijkt het wel op dat in deze fase de luchtdrukafwijking wat minder naar Voren komt. En omdat het dan dus wat minder onstuimig wordt in Scandinavië, zien we dat het ook wat temperatuur betreft normaler is. Dat warmere gebied schuift naar het oosten. En onder invloed van het hoge drukgebied is het vooral in delen van Frankrijk, Duitsland, het Alpengebied heel rustig. Met ook geregeld opklaringen, waardoor het in de nachten op uitgebreide schaal licht kan vriezen. En af en toe zou die wat drogere lucht ook door kunnen dringen, tot bijvoorbeeld het zuiden van Nederland. Met tijdens nachtelijke opklaringen misschien dan ook wel weer een graadje vorst. En hoe gaat het dan verder? Rond de maandwisseling, de eerste dagen van december, dan zien we dat het zwaartepunt van het hoge drukgebied wat verder naar het noordoosten schuift. En dat levert dan misschien echt wat lagere temperaturen op en vorst in grote delen van Nederland. Want als dat hoge drukgebied net ten noorden van ons land ligt, dan waait de wind uit het oosten vanaf het Europese continent en dan wordt er veel drogere lucht aangevoerd. En als het dan opklaart, dan is het overdag in ieder geval heel vriendelijk weer en kan het in de nachten dus op uitgebreide schaal licht gaan vriezen. Echt koude lucht is het niet. Het is eigenlijk lucht die vanaf de Atlantische Oceaan om dat hoge drukgebied heen. afkoelend over Scandinavië en de Baltische Staten richting onze omgeving trekt. Dus van oorsprong vrij milde lucht. maar op zijn weg onze kant op om dat hoge drukgebied heen. koelt die lucht wat af. En omdat de nachten in deze tijd van het jaar heel koud zijn. kan het dan bij opklaring dus echt wel eventjes tot een paar nachten met vorst komen. En misschien vormt zich ook wel wat rijp. en hebben we rond Sinterklaas eventjes wat rijp aanslag op de bomen. Dat winterweer zit er misschien nog wel aan te komen. Ja, en als we kijken naar de temperatuurafwijking... dan zien we eigenlijk dat er van een temperatuurafwijking... in onze omgeving nauwelijks sprake is. En dat is misschien toch wel interessant... want normaliter is het zo... als we kijken naar de 30-daagse weerkaarten tijdens de wintermaanden... dat de kaarten veelal rood kleuren. Daar is op dit moment geen sprake van. Maar waar ook geen sprake van is... is dus de uitstroom van hele koude lucht... vanaf het Poolgebied richting West-Europa. Dus... Een beetje winterweer zit eraan te komen, maar structureel winterweer, een koud begin van de decembermaand, is absoluut niet aan de orde volgens de 30-daagse weerkaarten. Tot volgende week.